Canadezen kwamen richting Voorthuizen en ze hadden al gedacht om iets eerder naar Putten door te stoten. Maar tussen Voorthuizen en Putten zijn er toch verschillende gevechten geweest en zijn er dus 4 Canadezen omgekomen. Hoeveel Duitsers, dat weten wij totaal niet. En vandaar dat Putten pas op 18 april bevrijd is en niet al even eerder. En we hebben nu hier het monument. En het was op verzoek van de heer Bennemeer. En meneer Bennemeer heeft in dat huis, nu helemaal verbouwd, als evacué gezeten, als 14-jarige jongen vanuit Arnhem. Hij wilde eigenlijk iets doen voor die gesneuvelde Canadezen. Het is een bijzondere plaats voor Putten. De plaats waar de bevrijders Putten binnenkwamen. En natuurlijk was dat, zeg maar, oorzaak van vreugde. Hè. De Putter samenleving was verblijd met het feit dat de vijand weg was. Maar ik denk dat ze nog veel meer in afwachting waren van wat is er met onze mannen gebeurd. Hè. En daardoor is altijd Bevrijdingsdag in Putten een omvloerste dag geweest. Vandaag is het de eerste keer dat het monument verplaatst is, want je zag het bijna niet als je vanuit Voorthuizen kwam. En we zijn de gemeente erkentelijk dat ze de kosten op zich genomen heeft en wil maar wonen hier, want die hebben de grond in bezit. De heer Bennemeer leeft nog, is nog heel goed, alleen ja, nu kan hij niet komen vanwege de 1,5 meter en dat het zo klein mogelijk gedaan moet worden. Natuurlijk zou ik het veel aardiger vinden als veel meer mensen hierbij aanwezig zouden kunnen zijn. Maar het is natuurlijk maar heel klein leed als je dat afzet tegen al die mensen die lijden aan de verschrikkingen van het coronavirus op dit moment.